Thomas Mann, De Dood in Venetië. Het is kort, maar het is zeer intens. Het is, vertelt het verhaal van Gustav von Aschenbach, een midlife-cruiser, zoals we vandaag de dag zouden zeggen, die naar Venetië gaat. Daar een jonge man ontmoet en hopeloos verliefd wordt op de jonge man, platonische liefde, hem achterna loopt en eigenlijk zijn eigen ondergang tegemoet loopt. Klinkt zeer bijna banaal, maar het verhaal gaat over ouder worden, over omgaan met je verlangen, over je verlangen beleven, over de liefde vanzelfsprekend en over het leven leven zoals je het wilt leven. En dat is iets wat niet alleen in de tijd van Thomas Mann mensen bezighoudt, maar wat vandaag de dag altijd geldt. Bovendien is het zo dat het boek vol zit met mythologische verwijzingen en het zijn maar een 100-tal pagina's, maar je kan er uren en dagen mee bezig zijn.